Minister van Welzijn Hilde Krevits van de CD&V legde zaterdag een plan op tafel waarin ze 330 miljoen extra vraagt voor de kinderopvang. Gisteren deed haar voorzitter Sammy Medi daar nog een schep bovenop en hij zei dit in de zevende dag. Als er niet wordt geïnvesteerd in de kinderopvang, ja, dan kan je ook niet verder. Dus je moet investeren in de kinderopvang. Zij zei letterlijk, als het er niet komt, dan komt er geen septemberverklaring. Ja, dat klopt. Dat is ook uw standpunt? Absoluut. Ja, lab bij ons aan tafel, Vlaams minister Zoual Demir van de N-VA. Heb je het gezien live? Nee, ik heb het live niet gezien. Ja, maar, wat dacht je toen? Ja, zag ik, achteraf? Ik heb het achteraf wel gezien. Ik had vooral de indruk dat meneer Madi in een parallel universum zich begeeft. Oh. Waar dat er andere dingen gebeuren dan de realiteit. Want het spreekt voor zich dat we het probleem van de kinderopvang gaan oplossen. En het spreekt voor zich, de evidentie zelf, dat daar in de septemberverklaring ook de versterking van die kinderopvang zal inzitten. Want anders denk ik dat het nog voor ons, nog voor de VLD, te doen zal zijn. En is dit een manier om dit thema een beetje te claimen en te doen alsof de andere partijen daar geen belang aan hebben? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat dat partijpolitiek is. Maar één ieder, of dat je nu links of rechts, maar ook in de regering, weet dat kinderopvang belangrijk is. Voor één ieder die werkt. En voor mij vind ik het ook heel belangrijk voor de emancipatie van de vrouw. Vandaar dat ik het cruciaal vind dat er op een goede manier geïnvesteerd wordt. Ja, maar dan is dat want zo vraag, niet ja. Zijn het vaak wel de werkende vrouwen die dan helaas thuis zullen blijven. Dus die kinderopvang is ook belangrijk voor de emancipatie van de vrouw. Even concreet, zowel er zijn meer dan 2000 plaatsen tekort. Hoe gaan jullie dat dan wel oplossen als het niet met die 330 miljoen gaat gebeuren? Want daar is de N-VA niet zo scheutig om extra geld vrij te maken. We weten alleen dat die begroting niet rooskleurig is. Maar of dat nu 300 miljoen moet zijn of misschien meer. De vraag zal vooral zijn, één, van waar zullen de middelen komen? En twee, hoe gaan we die efficiënt besteden? Want elke septemberverklaring wordt er wel extra budgetten voorzien voor kinderopvang. Maar ik stel wel vast dat we het vandaag de dag moeten doen met 2000 plaatsen minder. Dus vandaar dat ik wel vind, budget is één ding, maar gewoon verder doen, zoals dat het altijd al is geweest, brengt geen soelaas. Dus we zullen wel van een ander vatje moeten tappen. Maar wat is dan de oplossing? Twee dingen, denk ik. Eén, als het gaat over de wantoestanden, dan vind ik, want mijn dochter is ook naar de crèche gegaan, zoals heel veel werkende ouders. Eén, je wilt een plek, maar je wilt vooral dat die kleine content is, dat die op een goede manier wordt opgevangen. En al een chance, meestal gebeurt dat zo. Maar we hebben wantoestanden gezien. Dus wat die wantoestanden betreft, denk ik dat er meer controles moeten zijn. En niet wachten totdat er 10 waarschuwingen zijn. Maar wel snel op de bal spelen, inspecteren en de rotte appels eruit halen. En twee, wat dat die extra plaatsen betreft. Want daar zit het probleem. Want we hebben altijd meer geïnvesteerd en er zijn 2000 plaatsen tekort. En daarbij vind ik dat je het systeem grondig moet gaan hervormen. Want het kan niet zijn, vind ik, dat bijvoorbeeld een onthaalmoeder tot 8 keer minder subsidies krijgt dan de groepsopvang. Dat een verzuilde crèche 4 keer meer subsidies krijgt dan een zelfstandige crèche. Een kind is een kind. En als ouder wil je een plek en wil je dat die op een goede manier wordt opgevangen. En dat er zoveel verschillende soorten systemen van financiering zijn, ja, dat kan gewoon niet. Dus het systeem niet. Moet vereenvoudigd. Ja, het systeem moet vereenvoudigd worden, ook in de loonniveaus. Je hebt heel veel kindbegeleiders met verschillende loonniveaus. Ook dat moet bekeken worden. Dus ik vind dat we niet kunnen verder doen zoals dat we altijd hebben gedaan in het verleden, de afgelopen jaren. Maar dat je het systeem wel grondig moet gaan herbekijken. En zoals dat u weet, en wij weten dat allemaal, de politiek bekijkt het systeem niet graag grondig. En dan kom je terug volgend jaar terug met dezelfde problemen. Maar zeggen jullie ook van, kijk, ja, de CD&V heeft eigenlijk 20 jaar lang de portefeuille van welzijn gehad. Het is allemaal hun schuld? Nee, dat is wel een feit dat zij 20 jaar op dat departement zitten. Ik vind dat persoonlijk nooit goed dat één en dezelfde politieke partij jaren aan een stuk op één departement zit. Maar het is wel collectief. Wij zaten ook in die regering, daar zaten andere partijen in die regering. Dus ik vind dat collectief, dat allemaal onze verantwoordelijkheid is. Maar ik vind echt wel, van mijn part kijken we van waar dat die budgetten komen. En ja,
we hebben in het verleden altijd extra geïnvesteerd en we gaan dat ook moeten doen, ook nu. Maar het zal ook wel moeten gaan met een kijken, werkt het systeem? En hoe komt dat we maar geld bijsteken en dat er 2000 plaatsen tekort zijn? Ja, nu vorig jaar moest Jan Jambon ook al de septemberverklaring uitstellen omdat Sammy Medi toen een indexering van het groeipakket vroeg. Vandaag is er ook nog geen stikstofakkoord meer omdat de CD&V ook niet akkoord gaat. Is dat een leuke partij om mee te regeren voor jullie? Ja, het is moeilijk. Ik vind dat je als politieke partij, iedereen heeft zijn standpunten en dat is ook logisch, anders zou je allemaal één dezelfde partij zijn. Maar op het moment dat je 200, 300 keer vergaderd hebt, hè, zoals bijvoorbeeld in dat stikstofdossier, en er is een akkoord en dan is er nog een akkoord en dan is er nog een akkoord, ja, dan vind ik wel op een bepaald ogenblik dat je dat akkoord moet uitvoeren. Dus er zijn geen leuke Want anders partners. Wordt het gewoon moeilijk. En dat is denk ik wat dat heel de bevolking samen met mij vaststelt. Is het heel moeilijk als politiek om beslissingen uit te voeren. Dus ja, is het plezant? Politiek is nooit plezant. Maar ik vind wel, na discussie... Discussie is gezond. Standpunten bekendmaken, scherp zetten. Mag allemaal. Maar van het moment dat er een akkoord is, verwacht ik samen met de bevolking dat we dat gaan uitvoeren en dat we problemen oplossen. Ja. En dat we vooral geen problemen bijkrijgen en vooral niet blijven natrappelen. Maar even, dat ging niet over de CD&V, maar even naar vanmorgen. Daar verscheen in het laatste nieuws een interview met uw collega-minister van de Open VLD, Bart Somers. En die zei... Op een zeker moment is zowel Demir in het stikstofdossier verliefd geworden op het conflict. Ze is zo hard in de aanval gegaan, waardoor ze geen draagvlak heeft opgebouwd en het hele dossier verzuurd is. Waarom zegt hij dat? Want jullie kwamen... Er is een prachtige foto van jullie hier achteraan. En ik vind dat hij daar zelf een beetje... Toen nog? Verliefd naar jou kijkt? Ja, ja, toch, hè? Ik kijk wel redelijk vriendelijk, maar... Ja, ik vind dat ook wel de lelijkste kant van de politiek die naar boven komt. En ik weet ook dat collega Somers dat zo niet bedoelt. Dus ik verwijt hem dat ook niet. Maar we weten allemaal, er is een strategienota bekendgemaakt van de VLD. Ik denk dat iedereen die heeft gezien, heeft ook overal gecirculeerd. Waar dat de N-VA moet neergezet worden als ruziemakers. Conor Rousseau moet neergezet worden als een clown. Sammy Medi moet neergezet worden als een beetje raar. Jeremy Eekhout die moet neergezet worden als een dwaas. En meneer De Croo is uiteraard de meest sympathieke politieke leider van het land. Maar gebeurt dat niet bij elke partij? Ja, maar zo, dit zijn echt wel karaktermoorden, hè. Dat gebeurt niet. Ik was zelf ook wel verbaasd. Dit, maar je bent in de N-VA nooit zo'n strategie van we gaan die... Nee, daar is nooit... inhoudelijk, dat we punten af, maar we niet van we gaan Conor Rousseau neerzetten als een populistische clown en die als ruziemaker. En daar moeten we mee ophouden. Ruziemaakster. Ik vind dat... Dat komt toch wel ergens vandaan ook? Ik ben scherp in mijn standpunten. Ja. Dat is wel waar. En ik denk dat het goed is dat er helderheid is en dat er duidelijkheid is in standpunten. Maar zeggen van ja, dat is, die is een clown en die ga ik bewust neerzetten als een ruziemaker. Ja, dat zijn karaktermoden. En dat moet eigenlijk wel een beetje stoppen, vind ik. Want, het is wederom geen mooi beeld van de politiek. Zeker niet. En ik denk dat op die manier heel veel mensen zullen afhaken. Niet alleen mensen zelf, maar ook politici die goed zijn in hun vak, maar die op een bepaald ogenblik gaan zeggen, het is genoeg geweest. Tot slot, je hebt een boek geschreven, eigenlijk over je leven. Ik heb het gelezen. We kunnen er niet te diep op ingaan, maar er is één passage die mij een beetje geschokt heeft. Je mag ze zelf voorlezen, zowel. Hier is ze. Ja. En als we naar Plopsaland gaan, dan neem ik, zoals mijn moeder destijds in het park, zelf boterhammen mee. Sorry, Gert. Ja. Wij ook. Ik begrijp het, want toen wij vroeger naar de Efteling gingen, dan namen wij ook ons pistoletjes mee met bruine suiker. Ja, dus ik snap het helemaal. Geen enkel probleem. Sorry. Dankjewel. Zoal Demir.